De locomotief is op stoom gebracht en is klaar voor vertrek. Driemaal per dag legt hij trouw zijn route af. Met beleid wordt hij naar het vertrekpunt geleid. Omdat de lijn Kingston Fairlight in hoefijzervorm is aangelegd, moet de locomotief voor ieder vertrek met de neus in de juiste richting worden gedraaid. En dat gebeurt nog altijd op dezelfde wijze, via een draaiplateau. Hier en daar wat geholpen door mankracht. In ieder geval geeft dit dagelijks terugkerend tafereel ons de gelegenheid de locomotief in al haar glorie te aanschouwen. De ontdekking van goud in het Lake Wakatipu-district staat aan de basis van het ontstaan van deze lijn. De goudkoorts had zijn weerslag op vele aspecten van het leven van de goudzoekers en er ontstond behoefte om passagiers en goederen te vervoeren. Een treinverbinding tussen Kingston en de Main South Line at Gore was het gevolg en de eerste rit op deze lijn een feit in 1878. Tot aan halverwege de jaren 50 bleef dit onveranderd en vervoerde de Kingston Flyer passagiers, maar deed tussendoor ook dienst als goederentrein. In die hoedanigheid vervoerde deze trein tonnen kool en kunstmest naar het noorden en even zoveel tonnen graan en grote hoeveelheden wol naar het zuiden. Een nieuw tijdperk brak aan toen kolen vervangen werden door diesel. Het voortbestaan van alle stoommachines stond onder druk en dus ook het bestaan van deze Kingston Flyer. In 1979 werd de lijn gesloten en werd de Kingston Flyer verbannen naar de remise. Particuliere initiatieven hebben ervoor gezorgd dat zowel de lijn als de trein weer operationeel werden en sinds 1973 stoomt de Kingston Flyer weer door het landschap. De stoomverwarmde wagons uit 1898 zijn gebouwd van hout en de daken zijn van geborsteld staal. De wagons bestaan uit verschillende compartimenten en hebben een open balustrade. Deze wagons lijken te zijn weggelopen uit een geschiedenisboek en zijn dan ook schaarse juweeltjes overgebleven uit de koloniale periode. De nog in bedrijf zijnde restauratiewagen is uniek in zijn soort. Van origine was hij gereserveerd voor hoge regeringsfunctionarissen. Zeer luxe uitgevoerd en van alle comfort voorzien, zoals riante stoelen, een volledig ingerichte keuken en zelfs een douche. De trein is inmiddels flink op snelheid. Hij heet dan ook niet voor niets Kingston Flyer, want de 86 ton wegende locomotief stuwt de trein met gemak met een snelheid van 60 km per uur door het landschap. Hiervoor verbruikt hij per keer 650 kilo kolen en verdampt hij 3600 liter water. De tocht is een genot voor wie van natuur schoon houdt. In een ambiance van romantiek en nostalgie genoten we van prachtige vergezichten op bergen en meren.